maar zeker. Wacht, ik wil een hoed op. Nou. Artje, ik ga Alex meteen killen. Waar is mijn hamster? Ik ga meteen shanken. Je moet wel muten, dat is het spelletje. Oh. Ik ga meteen shanken. Alright. Welkom bij de stream. Voor de mensen die er net zijn. Dat was een chaos. Ik ben blij dat het even rustig is. Hold up! Ho even! Dat is Alex wel. Oh joh, dat is wel heel snel. Ik wist het! Ik zei het voor de grap tegen mijn chat. Want als Alex als eerst dood gaat. Tobias, waarom heb je Alex als eerst gekillt? Moest zo zijn. Ja, nee, dat heb ik niet gedaan. Ik zat. Rudy, Kast, wat heb je nou gedaan, Rudy? Alex, wie is het? Hij mag het niet. Oh, ja, maar ik hoop dat hij erin trapte. Ik zat bij Weapons en ik zag door dat scherm. Pijn. Hij zit het helemaal dood, jongens. Hop even na. Reanimeren hem snel. Hop even na. Het was worth it. Ik ben erbij, maar het was worth it. Ik heb mijn grafkist. Okay. Oh. Oké, okay, Tobias. In ieder geval, je kan door dat scherm bij Weapons kijken en daar zag ik hem op de vent dood liggen bij downloads. Oké. Okay. Oh. Okay. Rudy stond bij mij stil bij spawn. Wij twee kunnen het niet zeggen. Hij heeft me gekild, ja. Oké, ik zeg almost telepathie. Stilstaan bij spawn. Rudy heeft zijn ziekte overgebracht aan Alex en hij is dood gegaan. Dat vind ik vies. Alex lag in een plasje diarree op de vent. Gadverdamme. Hij lag in een plasje diarree. Weapons. Ik kan mappen bij spelen. Okay, ik kan foutje voor Ryan en Almost Normal, want die waren naar links. Almost Normal hell was yeah. Ryan was naar links. Joe. Okay. Krijg ik ook een foutje terug, Ryan? Of is het maar Ryan? Nee, daar heb ik geen zin in. Ik denk dat het iemand is geweest die ook best wel laat vanuit de cafeteria wegging. Want ik kwam ook langs Tobias, is het? Dropke? Ja. Yeah. Oké, okay, langs Tobias gelopen, die bezig was op Weapons, maar toen lag er nog niemand. En toen liep ik naar onder en nou ja, vlak daarna werd een body gereport. Het kan best een zelfreport zijn geweest. Nooksie, waar zijn jullie geweest? Ik was rechtsboven bij de download. En ik ben alleen nog maar met de download bezig geweest. Okay. Dat is Weapons, toch? Dat is waar de body lag. Nou, dat is in de... Ik was een admin. Dat was in de kantine nog. Oh. Hmm. Ik was bij admin. Waar lag hij dan? Ja, ja Weapons helemaal is echt in de kamer van cafeteria af. Ik ook. Oké. Okay. Useful okay. Information. Good luck in your efforts. Rip, Alex. Niemand vroeg naar mij. Niemand vroeg naar mij. Gewoon nada noppes niemand. Wat heerlijk. Easiest kill of my life. Oh, wat heerlijk. Wat een goed spel dit. Oh, wat goed. Pam, 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 pam. Ik heb vleugels. Wat? Kut, hij is de Guardian Angel. Een big monk. Uh-oh. Oh. Oh, dood lichaam. Ik dacht dat ik dood was. Hoe dacht je dat je dood was? Oh, omdat dood, geel. Jammer. Oh, jammer jongens. Oh. Het is mijn tijd. Ik was AFK in admin en ik loop een beetje en ik zie Rudy recht voor mijn wafel. Een slice and dice op zijn wasmachine. Ik wist niet hoe snel ik op dat report knopje moest drukken, maar... Rudy! Ik schrok me dood, Rudy, jongen. Kom niet hebben dat ik schrok Alex me dood. Helemaal kapot. Hoor je dat, jongens? Ik ben een tossie aan het eten terwijl ik een bullshit argument hoor. Heel smakelijk. Barend, was er nog iemand bij je dat het misschien een gefaalde dubbelkill was? Dropke liep net weg, dus I don't know. Zou kunnen. Jongens, u gelooft het niet. Ik was 10 seconden aan het rondlopen, toen stond ik opeens AFK en toen zag ik Rudy iemand killen. Oh. Maar je bent letterlijk een tosti aan het eten. Er is misschien shapeshifter, hè? Er is misschien shapeshifter. Is er misschien of 100%? Misschien? Ja, maar ik heb hem niet op 100% gezet. Hij staat volgens mij op 70% of zo. Oh, okay. Daarover gesproken, ik kan venten. Ja, maar dan ben jij de engineer waarschijnlijk. Ja, maar voor dat is wel een vent. Ja, oké. Met wie was het maar we gaan er dus overheen praten dat ik Rudy gewoon iemand voor me zie killen. Nee, ik geloof wel. Rudy, was je een tosti aan het eten? Rudy. Ja, ik hoor hem kouwen. Ik hoor hem ook kouwen, ik hoor dit ook.
Je hoort wel de Minecraft eetgeluidjes. Ik hoorde het ook, dus ik dacht, ja, weet je, luister hij even. Zal wel tosti aan het eten zijn. Ik ga niet op Rudy van. Luister even, hij schrok omdat ik, terwijl ik een tosti in mijn mond aan het schuiven zag, hem iemand zag killen. Rudy, je klinkt ziek. Wat is er aan de hand? Ja, ik klinkt zo ziek. Wat heb je een voice chaser? Ja. Ja. Nou, jullie weten dat het Barend is, toch? Heel eerlijk, ik weet helemaal niks. Weet je? Ik weet eigenlijk ook helemaal niks, nee. Ik was gewoon aan beneden, maar ik niet zie Rudy gewoon killen. Dit, dit is het enige wat ik heb gezien. Hij stond voor mij, maakte de kill en probeerde om mij skip te schuilen. Wel. Oh, kut! Barend moet stemmen. Ik skip de kut! Ik stemde expres op Barend, omdat ik denk dat het gelijk werkt. Jongens, jullie zijn goed bezig. Nee, ik zie hem voor me killen, gast. Wat goed. Wat easy ook. Ik skip de but yet they don't know that I did the not skip. Uh-oh. Ga er wel heen lopen. A better man. Ik kan het gewoon bijna niet maken om Ryan te killen. Oh, ik heb Ryan net afgelaten. Ryan. Waar lag hij? Ja. Hoe heet dat? Ja, linksboven. Ja, het was een shapeshift, maar ik kon net niet zien wie het was. Het was nee, ik ook niet. Ik heb gewoon niks gezien eigenlijk. Dus. Waar was dit? Linksboven, bij die weet ik veel. Links boven upper engine. Oké, ik kom rechtsonder kwam ik net Joost tegen, dus dat Ja, nee, Joost die liep ook langs ons. Tegen, bedoel je, nee. Lassie? Ik, Joost... ik ben niet rechts geweest. Ik eindigde in helemaal links bij ja, klopt. Zeg maar. Hey, Joost, en Link was ook nee, links. Nee, ik ben jou net bij Shields nog tegengekomen. Shapeshifter. Maar is die kill net gebeurd of zo? Ja, want die shapeshifter die liep net af en hij stond recht op de body. Oké, okay, trouwens, Knokke, er zijn hier nu twee verhalen. De shapeshifter heeft een cooldown van x aantal seconden. Als jij beweert dat de shapeshifter bij jou was, dan kan Larsje niet mij gezien hebben rechts onderin. Want ik was 100% links. Ik heb daar Nooksie nog gezien. Ja, ik liep erin toen Nooksie en Dropke eruit liepen. Ik kan dat confirmen, want ik liep nee, daar binnen. Nee, ik ben helemaal niet rechtsonder geweest. Ja. Ik liep daar naar binnen op het moment dat hun daar ook stonden. Dus wat Joost zegt, klopt wel. Ik was deze daar ook kill, en ik ging als eerste weg. Deze kill is wel heel, vlak, heel, heel vlot gedaan, want ik liep echt voorbij Ryan daar bij... Oh, trouwens, ik heb daar Barend vandaan zien komen. Dus ik zit nog steeds een beetje in de knoop met het feit dat we Rudy eruit hebben gestemd. Want ik zat helemaal niet op dat verhaal van hem. Mag ik dan een voorstel doen? Ja. Zullen we dan gewoon, om extra safe te zijn, aangezien de vorige keer 50-50 was, Barend er nu uitstemmen? Vind ik wel een goeie. En okay. hij liep daar wel vandaan, zeg maar. Maar... Ik was in mid, in storage. Nee, want jij bent ook links geweest. Nee, jij was links. He, ik was in storage. En wordt wel langzaam gekild. Er kunnen niet drie shapeshifters zijn. We zijn dan wel safe, ja. Want dan heb je in ieder geval de 50-50 gezet. Ik ben net voorbij Joost daar. Ja, oké, maar dat moet even in de gaten houden, Larsje. Want ik ben dus helemaal niet rechts onderin geweest. Ik bedoel, almost normal kan het niet zijn, want ik liep daar. Er zijn twee. Larsje, dit helemaal balen. Het kan kinda moeilijk. 7, 9, 5, 1, 6. Not please. Wat kut. Uitgaan, er moet overleven. Hallo Joost. Oh. Dat wordt heel lastig. Even kijken. 5-9-2-0-2. Dan gaan we omhoog. Dan hebben we net vlees als fout. Oh. Oké, okay, laat mijn dropje mee. Hij is mijn fout. Ho! Oh. Ik schrok me de tering, ouwe. Wat? Nou, ik liep met Dropke mee en op het moment dat er gereport werd, draaide ze zich om. Dus ik schrok me de tering. Oh my god. Ik heb Noob zich gevonden in communications.
Ja, oké. Okay. Dan ligt ze daar best wel lang, want ik liep Nooxie achter in de communications. Echt, wat is het? 2 minuten geleden of zo. Ja, dan denk ik dat daarna de kill gebeurd is. Ja, ja, het is een goede plek natuurlijk. Ja, ik vind het moeilijk. Ik heb eigenlijk 2 personen. Aangezien Rudy Barend nog steeds 50-50 is. Ik bedoel, wie's verhaal moet er nou eigenlijk geloven? Mm-hmm. Weet je? We kunnen wel uit. Ik denk dat we zo'n eentje hebben. Geloof zijn... dat we er één hebben, ja. En het is ook weer zo, Joost fout je Rudy heel erg, Larsy fout je net Barend heel erg. Nou ja, ik fout ze puur Rudy. Barend niet, hè? Hoezo, je zei dat hij het niet kon geweest zijn. Was. Nou, oh, wel. Hij zei dat hij in dezelfde ruimte als mij was, maar hij was daar. Oh, sorry, heb ik het verkeerd gehoord. Nee, ja, want ik had dat ook gehoord, ja. Dus ja, ik dacht ook van, kind of sus wat je zei, maar oké. Okay. Nee, mijn fout op Rudy was gewoon meer omdat ik het lullig vond dat iedereen meteen op hem sprong. Terwijl het 100% duidelijk een shapeshift had kunnen zijn geweest. Ja, precies. Waar liep jij net, Joost? Wat nu, laatste game? Ja, ik jij zei net communications, toch? Ja, nee, dat was echt 2 minuten geleden. Oh, okay. Dat was echt ver terug. Ik denk trouwens ook, als er nog 2 imposters waren, was het nog wel klaar geweest, toch? Mm-hmm, denk ik ook ja, wel. Dat denk ik wel. Denk ik 100% dat eentje hebben. Volgens mij heeft Dropke mij zien scannen, toch? In Man Bay. Okay. Ja, echt? Zo, jezus! Heb je hem ook maar gefout? het is niet een volledige fout, maar ik heb je wel heel langzaam naar die pads zien lopen, zeg maar. Ja, oké, okay, maar dat is zeg maar... Dat... Als je het spel goed speelt, dan kan je dat ook doen. Maar oké, okay, sure. Maar je ziet toch de scan? Je ziet dan toch mijn scan? Nee, dat zien we niet. We hebben official tasks uitstaan, die ziet ik. Hij had het alleen kunnen weten als hij zelf ook die task had. Okay. Ja, ik had hem daarvoor gedaan. Maar goed, we skippen wel, want als we... Wauw. We houden het in de gaten, jongens, hè? Nee. Oeh, dat was wel een clean kill. Wordt lastig. Of Larsie of Joost daar moet krijgen. Oké. Okay. Heel lastig. Eens bij security. Nah, baby. What the fuck? Wat kut. Wie? Blijf van die fucking deur af, ouwe. Godverdomme. Laat mij lekker saboteren. Hey. Oké. Ik vond hem bij camps. Bij camps? Ja. Daar waren wij net. Okay. Liepen wij langs met z'n tweeën. Ja, we zijn alleen niet camps ingegaan. Nee. We zaten net in Upper Engine bij de gesloten deur. Tobias, waar was jij? Ik kwam Dropke nog tegen, dus ik weet niet of... Tobias, waar was jij? Bij Cams. En daar heb ik met Lars gestaan. Lars die stond een tijdje op de vent, dat vond ik een beetje sus. Maar toen ben ik inderdaad Link tegengekomen toen ik naar beneden ging. Ja, maar Lars heeft early game al gecalled dat hij een engineer was. Dus ja, dat hij op de vent stond is niet echt sus. Ja, oké. Okay. Ik heb hem al een paar keer in-game ook zien. Ik heb hem niet dood gezien of zo. Toen ik wegging, daar ging hij reactor in. En daarna weet ik het niet meer. Oké, okay, dus ik denk dat Link het is, want Link die heeft hem gereport. Ja, maar het is of Link of Dropke voor deze. Want ik heb ook echt de hele tijd in de gaten gehad. Want ik vertrouw hem het meeste. Dus ik denk, als ik nou gewoon bij hem blijf. Ik heb jullie wel bij Electrical samen zien lopen. Ja, dus ja, ik wilde ook even dat jij erbij blijft, Link. Want het is voor mij. Ik wil ook met jullie meelopen. Maar toen werden de deuren achter mij gesloten in dat hokje. Dus ik zat daar vast. En toen. Kom ik Dropke tegen, letterlijk bij die deur. Ja, jij zat in camps en wij zaten daarboven. Dus voor mij is het dan Tobias. Toen was ik daar nog niet. Ik was daar toen nog niet, want ik zat in die kamer. Ja, daar zat ik dus in vast. En toen kwam ik hem tegen. Dus ja, voor mij is het denk ik duidelijk. Jij ook, hè? Ik oprecht, aan de hand van ronde 1, die snelle report, zeg maar, die snelle kill. Ja. Voor mij zou Dropke het meest logisch zijn. Ook zeg maar de activiteiten die je van Link hebt gezien in deze game. Ja, ik vertrouw de Link meer dan Dropke op dit moment. En we moeten nu wel iemand stemmen. Ik denk dat we dan hebben. Wow. Oh, nice. Did we do it though? Did we big brain the situation? Suspense. Nee! Friet! Pum pum pum. Wie zou killen, wie zou killen, wie zou killen? Oh, wie zou killen, wie zou killen, wie zou killen? Ah, het is Joost!
Well played, Link. Well played, Link. Oeh, lekker Link. Ja, wel played. Om te janken vanaf de bijlijn. Niet te geloven. Ik heb Link de hele game niks verdacht zien doen. Bro, ik had echt... Ik begon de game en zei, oké, Alex moet dood. Nou, okay. Sorry Alex, ik ben echt gewoon vertrouwd in mijn ziel. Goed. Ja, ik heb echt voor drie mensen hun gezicht heb ik gewoon gekild. Ze hebben niks doorgehad. Ik hield gewoon mijn mond. Niemand vroeg naar mij. Dat gaat top. Ja, okay. Je hebt het goed gespeeld, Link. Je hebt, ik denk ook wel een beetje mazzel gehad dan met die range, zeg maar. 100%.